Digitale verkiezingen zijn bij de komende verkiezingen van 2025 niet haalbaar. Dat zei Deo Sharman, initiatiefnemer van de conceptwet, tijdens een persmoment in het kader van ingediende wetsontwerpen rond wijziging van de grondwet van de Republiek Suriname en kiesregeling. De politicus meent dat zaken eerst goed bekeken moeten worden alvorens een stap te nemen. We merken inderdaad een bepaalde roep in de samenleving om het stemmen te vergemakkelijken, het stemmen inderdaad digitaal toegankelijk te maken. Laat me aangeven dat er hierover goed nagedacht moet worden, omdat digitale dingen zijn mooi, zijn makkelijk, zijn snel, maar die zijn ook manipuleerbaar. En ik denk dat we goed moeten kijken naar wat hebben wij aan deskundigheid, wat hebben wij aan software en al dat soort dingen beschikbaar in de regio, in grote landen. En misschien ook voor het wiel natuurlijk niet opnieuw te gaan uitvinden, moeten we gaan kijken naar zusterlanden in CARICOM, naar andere grote landen, hoe zij dat doen, op welke wijze zij dat uitvoeren. Sharman ziet het conceptwet van digitale verkiezingen ook in een proces gegoten worden. Voor nu lijkt het niet haalbaar om over te stappen naar een digitale stemming. Mij lijkt het niet haalbaar om in 2025 een verkiezingen digitaal, maar dat is mijn persoonlijke mening op dit moment. Omdat ik, ja, nogmaals, je moet een goed evaluatierapport hebben van wat het nu is. Je moet een stappenplan hebben waar je naartoe wil gaan. Je moet dat ook goed laten rijpen, zodat er geen wantrouwen ontstaat in die grote samenleving. Dat mensen dat juist digitaal willen uitvoeren om het goed te kunnen manipuleren. Dat mag absoluut niet gaan leven in de samenleving. Volgens Sharman is er veel werk aan de winkel om van digitale verkiezingen te kunnen spreken. De samenleving moet over het vraagstuk discussiëren en moet deskundigheid geraadpleegd worden.